Ga maar weg. Je bent dood, hè? Ga dan. Meer dan 10 jaar is lang. Nou, al die tijd heb ik niks van je gehoord. Niets over je gehoord. Het kan bijna niet anders dan dat je niet meer leeft. Is dat zo? Ik denk dat je dood bent. Waarschijnlijk. Hoogstwaarschijnlijk ben ik dood. Ik ben Maartje en ik ben een Joods meisje uit Amsterdam. En ik ga onderduiken in Maastricht. En ik kom bij hem in het dorp. In het dorp. En ik ben Tuur. En ik, dat is mijn dorpje. En dan zit bij Maartje dan en kom bij ons in de klas. En zij wordt eigenlijk een beetje mijn vriendinnetje. En dan ga je elkaar geheimen vertellen. En dan kom je erachter. Of dan vertelt ze haar geheim dat ze Joods is. En dat is in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk niet echt een fijne situatie. Nee. Dus dan, dan maak je van alles mee. Ja, het loopt slecht af, want ik word meegenomen door de Duitsers. Ja. Ja. En van de Engelse piloot, die verborgen zit op zolder. En van het pistool, waarmee mijn broer Leo. En dat we moesten vluchten in de mergelgrotten en onderduiken. En het gaat niet. De woorden blijven steken, ik moet steeds aan jou denken. Aan mij? Ik bedenk, meester, vertel dan een spannend verhaal, meester. Ik bedenk hoe je er nu uit zou zien als je niet dood was gegaan in de oorlog. Zo dus, denk ik. Ja, ik vond het een hele fijne voorstelling. Zeker omdat er vooraan heel veel kinderen zaten die echt op heel veel dingen heel goed reageerden. En ook op de spanning en inderdaad als er even een ontlading was van Hubor dan bam, knalde dat er ook echt vol in. En ja, dat vond ik die sfeer en dat afwisselen van heel erg spannend naar humor, ja, dat vond ik vanavond te gek. Wat is er? Niks. Ja, je had gewoon nog... Ja, je had gewoon nog... Tuur, je stottert nog steeds als je zenuwachtig wordt. Je had gewoon nog kunnen leven. Je had hier gewoon nog steeds kunnen zijn. Een prachtige jonge vrouw. En nu ben je een verzinsel, een droom. In jouw hoofd. Je bent een beetje te groot voor mijn hoofd. Ik kan je daar helemaal niet kwijt. Roermond, Sittard, Maastricht. Het schijnt dat er bergen zijn. Misschien als ik naar boven klim, dat ik heel in de verte. Het schijnt dat er bergen zijn in Limburg. Misschien als ik naar boven klim, dat ik heel in de verte ons huis kan zien. Het is gewoon, het is wel mooi om te zien dat als er fanatiek gereageerd wordt, dan zitten ze er wel allemaal in. Dus dan is het weer de kunst om op een gegeven moment ze weer helemaal terug te kunnen pakken. Ja. Ja. En in vergelijking met de première, waar in zo'n theaterzaal heel degelijk en iedereen komt rustig gedruppeld binnen. Ja. En dit was een soort van gillende gymklas die zo in één keer binnen kwam stormen. Ja. Maar we hadden ze wel redelijk snel te pakken volgens mij. Dus dat was echt fijn om te merken. Ja. Dat dus ook kan. Ja. Ja. Wat doe je eigenlijk als je verkering hebt? Gewoon samen spelen. En elkaar geheimen vertellen die je aan niemand mag verraden. En zoenen. Moet dat ook? Alleen als je dat alle twee wilt. Ik wil nog niet. Jij? Nee. Ja, dat komt vanzelf. Komt vanzelf als je een tijdje chance hebt met elkaar. Ja. Tante, we moeten schuilen! Niet voor de vliegtuigen van die rotmoffen! Het zijn geen moffen, het zijn geen Duitsers, het zijn Engelsen op weg naar Duitsland om een wapenfabriek te bombarderen. Nou, dan hoef ik helemaal de kelder niet in, Tuur. Die Engelsen komen ons bevrijden. Wij blijven hier, hè, zwartje. Leven de Tommies! Tuur! Tante, we moeten echt gaan!
bommen. Ze schieten op de Engelsen. Wat als er een vliegtuig wordt neergeschoten door de Duitsers? Ze hebben dat kanon niet voor niets bij u in de tuin gezet. Moffe tuig. De smeerlappen. Ze hebben mij mijn huis uitgejaagd, die rotzakken. Ontsnappen? Aan wie? Wat is dat? Om Bart. Nee, Bella. Bella? Ja. Een varken. Oh, Bart. Kijk, Bella is een varken dat zit verstopt onder dit kamertje in een heel klein hokje. Oom Bart moest Bella inleveren van de Duitsers, maar dat heeft hij niet gedaan. Ja, we maken er geen leuke grap van. Nee. Nee, er zijn ook best scènes die, heftig. Ik vond vanavond ook het eindscène dat ik echt dacht, ik krijg zelf ook even benauwd. En dan, zeker als je dan een paar kinderen op de eerste rij met handjes zo ziet zitten bij elkaar en een beetje gesnotter links hoort, dan denk je, oh jee, ja, komt echt aan. Ja. Als ik jou verzonnen heb, hè, waarom spreek je me dan tegen? Misschien geloof jij jezelf niet. En waarom zou ik mezelf niet geloven dan? Wat deed jij toen ze vuile Jood riepen? Stomme Lambert aapte gewoon zijn vader en zijn broer na. Ja, het komt wel. Hè. Het is een spannende en een heftige voorstelling, ja. Ja, en toch ook na afloop reageren de kinderen ook echt heel goed. Dat ze het wel echt heel tof vinden allemaal. Ja, en dat ze er helemaal in mee, ja, dat ze er helemaal bij zijn. Ja. Dat is wel, dat is wel leuk om te zien. Ja, je ziet bij die kinderen het kwartje vallen. Want een jongetje kwam net naar me toe, die zei, ik vond het heel indrukwekkend. Dus ik zei, indrukwekkend? Ja, zegt hij... Dat over dat dodelijk gas. Toen zei ik, wist je dat? Ja, dat wist ik wel, maar nu hoorde ik het weer en toen dacht ik, ja, dat is echt gebeurd. Dat komt dan bij mij ook wel even binnen. Ja. Ik denk, poeh, ja. Freeze. Who are you? Sorry, meneer. Are you Leo's brother? Brother? Brother, Leo? Brother, broer, yes, me, broer, Leo. Yes. I'm a pilot. Een piloot. Je bent ontsnapt. Silence. Sit down. Yes. Shut. Bang! Neergeschoten door de moffen. Yes. Neergeschoten door de moffen. Nou, ik denk dat we vanavond voor het eerst echt gevoeld hebben hoe het is als een hele drukke groep er zit. En ik hou daar heel erg van. Ik ga dan in een soort van, oké, kom maar op. Ik kan jullie hebben, want ik heb vertrouwen in de voorstelling. Je weet hoe je dat kan aanpakken. En we voelden elkaar vanavond ook heel mooi aan op bepaalde momenten. Echt dat we allebei een soort energie inzetten om die kids weer terug te pakken. En heb ik alle vertrouwen dat helemaal goed gaat straks. Ja, als je dan ook daadwerkelijk hebt, dan is het een goed gevoel, denk ik. En het is ook zo dat door de reacties van kinderen je ook meer beseft van soms, als je een heel aardig, rustig, relaxed publiek hebt, dan hebben ze ook heel veel bereidheid. En dan voelt het soms wat minder. Dan weet je wel van, we gaan deze scène heel erg spannend spelen. Maar als de kinderen druk zijn, dan voel je een extra motivatie en noodzaak om het nog spannend te maken. Zodat al de kinderen die nog een beetje om zich heen zitten te kijken, ook erin gezogen worden. Ja. En dat is heel leuk om daar mee te spelen eigenlijk. Kijk ik haar aan, of doe ik dat niet? Zeg ik het wel, of zeg ik het niet? Speel ze me echt, of eigenlijk niet? Raak ik haar aan, of durf ik dat niet? Zoen ik haar wel, of zoen ik haar niet, wil ze me echt, of eigenlijk niet. Nou, duur aanmakers. Ja of nee? Ik heb heerlijk gespeeld. Ja, ik ook. Het was een goede avond. Geslaagd. Absoluut. En dat in Roelofsarendveen. Het kan dus ook hier. Ja, dat was echt tof. Nee, dat was echt tof.